Suriname werd precies 10 jaar terug opgeschrikt met het nieuws dat comedian Steven Westmaas en danser Marlon Turbo Stewart bij een verkeersongeval in Coroni om het leven kwamen. De families van de twee neven hebben vanmorgen samen met Telesuur-directeur Mike Antonius kransen gelegd bij de herdenkingsplaats Westpunt. Een emotionele Nancy Westmaas, zusje van Wesje, geeft aan dat het verwerkingsproces nog steeds moeilijk is. Nog steeds zwaar. Ik denk iedere keer, ik kan er niet mee leven, maar ik zie toch iedere keer weer nee, het is toch nog niet zo ver. Alle mooie herinneringen, die sterken ons wel en alle initiatieven vanuit ATV-crew, Telesuurs hebben hier en de gastbarbers hebben hier een mooi opgeflaterd de afgelopen dagen. De vrienden van de buurt. De vrienden van de buurt om een nieuwe verflaag aan te brengen. En dat doet ons heel goed. We zijn ons ook heel dankbaar dat ze dit hebben willen doen. En dat geeft ook aan hoe geliefd Wesje en Turbo waren. Omdat hier ook de plek was waar ze elke dag konden zitten. Gezellig konden babbelen, kiek konden nemen en hun biertjes konden drinken. En je ziet ook dat ze hun stempel hebben gedrukt in de maatschappij. Telesuur-directeur Antonius zegt dat Wesje en Turbo ons zijn voorgegaan, maar dat ze in onze gedachten blijven voortleven. Zelf 10 jaar na hun dood zijn het nog steeds onze makkers, geeft Antonius aan. En ze zullen natuurlijk altijd onlosmakelijk verbonden zijn aan het merk van Telesuur. Ze hebben er niet alleen voor ons gewerkt, maar op de verschillende podia waar ze op hebben gestaan, hebben ze ook ons prachtig vertegenwoordigd. En het intellectueel eigendom dat zij hebben achtergelaten, dat verzorgen wij dat het natuurlijk goed en beheerd blijft. En natuurlijk ook in deze week, die we eigenlijk een Wesjeweek van hebben gemaakt en Turbo op ATV, is het een en ander van hun kunnen te zien. En ik ben er natuurlijk ook trots op dat ik er een kleine bijdrage aan heb mogen leveren in persoon. Maar natuurlijk is Telesuur zeg maar een rots geweest die achter hun heeft gestaan. Telesuur directeur Mike Antonius. Het is vandaag precies 10 jaar geleden dat Wesje en Turbo bij een verkeersongeval zijn omgekomen.